Meis, wat zijn roerige maanden geweest? Als u daarop terugkijkt, wat schiet u dan het eerste binnen? Nou, hetzelfde als wat u zegt, dat het heel erg roerig is geweest. Dat het heel veel in de samenleving teweeg heeft gebracht. Ja, en dat we nu op een punt zijn aangeland. Hè, dat we hopelijk zeg maar, het zodanig ook gekanaliseerd hebben. Dat we ook duidelijkheid hebben gegeven van hoe we de komende periode zeg maar, invulling denken te geven aan de taakstelling die we als gemeente hebben. Opvallende van vanmorgen is niet één locatie, maar vier. Twee in Nijkerk, één in Nijkerkerveen, één in Hoevelaken. Waarom is er gekozen om het te splitsen? Nou, omdat we zelf daar ook goed over hebben nagedacht. Van hoe kun je omgaan met zeg maar, deze opvang? Waarbij ook steeds meer mogelijkheden zijn om het kleinschalig te gaan doen. Daar is ook overleg met het COA over geweest. Zou dat ook iets zijn waarvan u zegt van nou, dat zou ons ook wel passen? Nou, daar kwamen positieve reacties daarop. En twee is dat we ook gezien hebben dat zeg maar, vanuit de samenleving ook zeg maar, een heleboel reacties kwamen. Ja. Spreidt het nou op een passende manier, zodat iedereen ook in deze gemeente, elke kern in deze gemeente, een deel van het geheel krijgt. Dat was vanuit de samenleving, maar dat was ook wel iets wat vanuit de politiek naar voren kwam. Een nieuw element is dat er in Nijkerkerveen en Hoevelaken ook plekken komen voor starters en andere doelgroepen. Ja. Kijk, dat is natuurlijk al jarenlang een bekend probleem, bij ons ook. We doen ook ons uiterste best om zeg maar, daar op een passende manier invulling te geven aan de behoefte die er bij verschillende doelgroepen is. Dat zagen we ook in de participatie naar voren komen, waar mensen zeiden van ja, hoe zit het dan met andere doelgroepen die het ook nodig hebben. En daarom hebben we ook gezocht naar locaties waar we die combinatie zouden kunnen maken. Nou, en er zijn in ieder geval twee uitgerold waarvan we zeggen, nou op die plek zou je heel, heel mooi die combinaties kunnen gaan maken. Uit alle stukken die we vanmorgen gekregen hebben, kun je zien dat de gemeente er heel uitvoerig mee bezig is geweest om het allemaal zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen, ook om de volgende stappen te kunnen zetten. Maar blijft natuurlijk dat er in de gemeenschap in Nijkerk wel het idee is, als die spreidingswet wordt ingetrokken, dan kunnen we er net zo goed mee ophouden. Ja, dat idee bestaat wel. Kijk, en u volgt natuurlijk ook de landelijke media, dat doen wij natuurlijk ook. Alleen we horen wel dat het een en ander daarover geroepen wordt. Maar als we even op de kern, als we het afpellen, kijk, de spreidingswet die geldt nog steeds. Daar zitten ook bepaalde termijnen zitten daaraan vast. Vervolgens ook het vraagstuk. Zoals we dat moeten invullen, er is nog steeds heel veel behoefte aan opvangplekken. Is dat. Nou, de laatste weken heb je dat ook weer kunnen zien. Ter Apel blijft daar natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld van. Dat probleem is niet opgelost. En ook als ik kijk naar wat er zich op landelijk niveau nu afspeelt, dan is het zo dat het langdurige oplossingen zijn waar men over praat. Deze eerste jaren hebben we het probleem niet opgelost. Dus daar zal zeker ook zeg maar, een oplossing voor moeten komen op dat lokale niveau. Ja, maar op lokaal niveau, we hebben minister Faber is niet echt een voorstander van asielzoekers opvangen. Die probeert dat zoveel mogelijk tegen te werken. En een van de dingen die zal zijn, als de spreidingswet wordt ingetrokken, dan ga ik vanuit de overheid, vanuit de landelijke overheid, ga ik die opvangplekken niet meer financieren. Ja, maar dat is het verhaal als, zoals je dat zegt. Op dit moment heb ik nog steeds te maken met een spreidingswet die geldig is. Daar heeft de minister zich aan te houden, daar hebben wij ons aan te houden. Dus die zullen we ook moeten gaan uitvoeren. Ja, en dat andere, dat is ja, een verhaal voor de toekomst. Maar op dit moment is dat nog beslist niet, is dat het geval. Het probleem dat er nu is, zal gewoon opgelost moeten worden.